Goeiedag, vandaag is de lucht nog net wat kouder dan gisteren. Maar het einde van de kou is alweer in zicht. Volgende week wordt het duidelijk warmer. Zeker later in de week. Met een oostelijke bries wordt een zachtere, warmere lucht aangevoerd. Maar zover is het nog niet. Vandaag temperaturen onder de 10 graden, het wordt maar een graad of 6 in Groningen. Tot 9 graden in Zeeland. En de meeste zonneschijn wordt voor het westen van het land verwacht. Landinwaarts de meeste stapelwolken en de grotere kans op een enkel verdwaald wintersbuitje. Net als gisteren. In onder meer Arnhem is gisteren een klein beetje sneeuw waargenomen. Vlokjes natte sneeuw. Nou, ook vandaag is dat winterse dus plaatselijk mogelijk. Nog steeds die koude, schrale noordoostelijke bries. Meestal matig en in het Waddengebied, ook in het noorden van Groningen, vrij krachtig rond 5 boven. Oor. Vanavond en vannacht neemt de wind wat af, zeker inwaarts, En in het binnenland kan het opnieuw tot lichte vorst komen. Morgen, wolkenvelden, ook wat ruimte voor de zon. Er blijft op de meeste plaatsen droog. Matige Noordoostenwind. En smiddags, zo rond 10 graden, al wat minder koud dan vandaag. Kijken we naar de maandag. Ja, veel ruimte voor de zon. S'nachts, waarschijnlijk geen vorst. En de middagtemperatuur, landelijk gemiddeld 14 graden. Wat meer wind uit de oosthoek. Dinsdag lijkt zonnig te verlopen. Komt er een graadje bij smiddags 15 graden. Later in de week gaan de temperaturen verder omhoog. Donderdag kan het zo rond 19 graden worden. Met ook later in de week nou, behoorlijk wat ruimte voor de lentezon. Fijn weekend verder.